Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sien de Remus. Jawel mensen, ik ben mee klaar aan het maken om te gaan te werken. Dat moet ook gebeuren. Dus wat moeten we altijd doen op het werk? Jawel, een fluovestje altijd aandoen. Dus dat doe ik nu ook al aan onder mijn jas. En weet je wat altijd zo het hatelijkste is aan fluovestjes? Als ik het nu aan de hand heb, zie ik dat die opkrullen. Hoe moet je een fluovestje aandoen? Zie dat weer al opgekrold, dus dan moet ik dat weer al te goed krollen. En dan is dat soms zo moeilijk om te vinden. Ziet, dan moet ik dat weer al uitdoen. Even kijken. Voilà, even kijken. Hè. Ja. Hup. Dit hier. Meen je toch niet, hè? Dus als ik een accident heb. Je ziet hoe lang dat ik bezig ben voor een fluovestje aan te doen. Redelijk lang. Voilà, bijna 2 minuten. Oho. Nu zit hem wel goed. Voilà. Dan stoot ik iets bijna af. Dat is ook niet de bedoeling. Ga ik mijn studiolamp nog uitzetten. Dat moet ook nog gebeuren. Voilà. Dan is mijn volgende stap mijn jas. Maar, waar heb ik mijn jas gedaan? Heel ver. In mijn slaapkamer. In de badkamer. Want ik heb me gisteren ook, toen ik hier thuis aankwam, rechtstreeks ook gedoucht. Doe ik mijn jas aan. Ik ga nog mijn werkschoenen nog vinden. Voilà, check. Dan ga ik ook nog, mondspoeling doen. Dan nog eerst nog mijn werkschoenen vinden. Die staan meestal hier. Het klopt, voilà. En altijd op dezelfde plaats. Dat is goed dat ik dat. Altijd op dezelfde plaats zet. Ja, ik kan jullie al op verschillende plaatsen al neerzetten. Ik begin het al wat te leren. Dus, voilà, bij deze. Straks ook, moet ik ook nog een livestream doen. Van 7 uur tot 22 uur. Voilà, dat is ook al klaar. Deze even uit de knoop halen. Voilà, die is al uit de knoop. Dan pak ik zo'n lange kabel mee, gewoon in mijn auto. Dat ik mijn witte meer even vind. Voilà, dan ga ik nog mijn beeldscherm nog uitzetten. Nu toch alles doorgestuurd wat ik moest betalen. Ja, dat klopt. Voilà. En nu naar mijn wagen toe. Ik moet nog een half uur doen. Dus die half uur ga ik hier niet wachten. Ik ga nog wel nog gauw één ding doen. Dat is... Ik mag niet met mijn stinkende adem aankomen, mensen. Dus wat doe ik? Voilà,
mondspoeling. Ik heb ook aan mijn tanden gepoetst. Dat is ook belangrijk. Dus ik sta rechts op. Ik ga eerst mijn tanden poetsen. Dan heb ik mijn vlog in elkaar gestoken al. Die van gisteren. Was maar één fragment. Sorry. Omwille van ook van de vergaderingen en al. Zit ik nog in een kleinere tijdspanne van vlog te maken. Dus dan probeer ik nog altijd zo wat te improviseren om er iets leuks van te maken. Ondertussen ben ik hier wel mijn tijd aan het verdoen. Nog één ding, nog iets hebben. Zeg ik kijk als hier ligt. Ja. Zakdoeken. Zakdoeken. Want ik ben er wel wat versnuift. Ik heb het dan ook. Dat was een gebruikte zakdoek. Ik ga dus nog een paar meenemen. Zuiveren. 1, 2, 3. Voilà. En wat ik ook regelmatig eens heb, maagpijn. Dus ik heb ook altijd mijn Rennies mee. Voilà. Ik heb alles nu. Nu kan ik vertrekken met een gerust hart. Portefeuille. Zit echt waar mijn hart ligt. Voilà. Dus ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal dus straks terug. Ah, wacht. Ik heb nog iets leuks te hebben, maar ik kan het niet doen omwille van ik heb mijn gsm daar ook nog voor nodig. Oké, dus ik luister altijd radio via mijn gsm, maar dan neemt hem niet op. Jammer. Dus ik wou hoe ik ga rijden, wou ik jullie laten zien. Hoe je dus zo soms gekke bekken trekken of zo meezingt met muziek. Maar dat gaat nu niet. Omwille van dat dingen aan staat. Ja, mijn raam is ook goed toe. Voilà, daar controleer ik altijd naar. Dat hij goed toe is, hè. Dat hij echt heel goed toe is. Voilà, ze. Mensen, ik ben nu officieel richting mijn werk aan het rijden. Die waren nog ver af. Dan weten jullie dat. Ik ga nu in een keer uitrijden. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Yo. Dat was een wandelaar. En dan zeg ik dan ook nog eens yo tegen. En dan nog eens yo tegen de fietser. Goedemorgen. Voilà. Zo, ik heb gedaan met werken. Ik heb mij kapot gewerkt. Echt waar. Vandaag heb ik mij echt gewerkt. Wow. Ik heb mijn tempo terug. Dat is goed. Dat is heel goed. Dat ik mijn eigen tempo ook terug heb. En al daar ben ik ook wel blij om. Wat heb ik dan vandaag moeten doen? Eerst verfpotjes toedraaien. Dus ja, dat werd eerst gevuld door een collega. En ook pottekjes vol inzetten al in de mal. En dan moest mijn collega die pottekjes vullen, dan moest ik die dan terug toedraaien. En in de namiddag heb ik zo kratjes van een palet moeten afhalen. En die dan ook openmaken. En dan controleren als daar een print op het karton was geprint, zo niet. Dan moest dat door naar een collega die aan mijn kant stond. Waren ze goed, moest dat doorgestoten worden naar de andere collega toe aan de andere kant. Zo heb ik dus namiddag 9 paletten nog verzet. 9, hè. Ik was aan het zweten, tot en met. Echt waar, mensen. En dit deed ik ook vroeger, hè? Dus zo in mijn auto vloggen. Dus ik haal dit oude stuk van mij ook al terug. Even kijken als ik van rijvak kan veranderen. Voilà. Ik heb dat nu op een veilige manier gedaan.
gaat er vandaag een livestream zijn. Dus ja, voor jullie dus gisteren. Ik ben zo op dat ik geen fut of fit niet meer heb om dat te kunnen doen. Ik ben echt op. Ik ben echt moe. Maar toch ga ik even nog naar Bea toe. Voor haar nog te bezoeken. Morgen ook nog. Voor de laatste keer. Want ze gaat 9 van de 10 kansen in opname. Ja, ze gaat in opname, ik ga het zo zeggen. Ze gaat haar ook laten helpen, daar ben ik wel blij om. Om haar ook kan dan nog te kunnen zien. Oei oei, bij de record, gendarmerie. Mooi man, het is echt overal druk, hè. Ik hoop dat die kabinetje. Nee, die doet dat niet. Ja, ik probeer ook altijd. Ik probeer altijd de kruispunt altijd vrij te houden. Want ik ga sowieso zeggen, hier bij de Record en Frans Billen in Hasselt. En je 1. 2, 3, 4 rode lichten, gewoon pal achter elkaar. Ze zijn nog altijd niet 100% goed op elkaar ingesteld, waardoor dat er echt veel file leed is hier. En al, dus dan weten jullie dat. En waar ook altijd file is als je terug richting Sint-Truiden wilt rijden, rond deze uur, 16 uur 40, 16 uur 45, staat er ook een gigantische file. Hè. Gigantische. Hè. Voilà. Ik heb mijn zegje gedaan. Ik heb nog eens een keer een autovlog gedaan. En dan wil ik ook nog iets fantastisch vermelden. Deze morgen heb ik ook de betalingen doorgestuurd naar Glenn toe. Van OCMW. En er is weer een betaling al binnengekomen. Die is nog niet ingegeven. Want je ziet het ook. Je ziet het ook dat de ding toe is. Ik ga jullie nu laten, ik zie jullie allemaal straks. Ik ben in de slaapkamer aangekomen. Ik ben echt moe. Ik heb ook terjuist een short movie opgenomen voor jullie te waarschuwen over de livestream. Het gaat me echt niet. Ik ben moe. Ik heb al kleine ogen, dat ziet je. Ik ben gewoon moe. Hoe graag dat ik het ook wil doen, maar waarom las ik ook die livestream af of verzet ik die? Dat heeft ook zijn redenen. Ik heb die redenen daar ook onder gepost. Ik ben even kijken wat ik jullie kan neerzetten. Nee, hier dus niet. Misschien zo. Nee. Zo moet ik het vasthouden. Nee, ik wil niet gaan uitvliegen op mijn admins. Ik wil niet gaan uitvliegen op kijkers die dan bijvoorbeeld kritiek geven of zo. Dat ik geen timeouts of bans of noem maar op uitdeel. Of timeouts. Heb ik daar gezegd? Dus ja, kicks, bans en timeouts ga uitdelen op mijn chat. En dat wil ik niet. Ik ben nu heel, heel, heel snel geraakt. Ik geef dat ook eerlijk toe.
En dat wil ik niet uitwekken op jullie. Dus als ik de livestream heb gedaan, is dat nooit te goede gekomen. Nooit. Ik wil niet uitvliegen op EXO. Ik wil niet uitvliegen op Shifty. Ik wil niet uitvliegen op Doogie. Ik wil niet uitvliegen op Juicy HD. Ik wil niet uitvliegen op Boof. Noem maar op van nicknamen. BRNT, noem maar op. Ik wil daar niet op uitvliegen. Maar nu is echt eens heel eerlijk. Ik heb heel zwaar gewerkt vandaag. Ik heb veel verzet vandaag. En wel. Ze zijn er ook heel content terug over mij. En dat wil ik ook zo houden. Maar het was wel zwaar werk. Echt waar. Namiddag. Ik heb bijna geen moment stilgestaan in de namiddag. Ik heb me gegeven. Ik ben echt moe. En ik voel me ook daar schuldig om niet te livestreamen. Dat vreet ook zo aan mij, want ik weet dat ik vandaag moet livestreamen van 7 uur tot 22 uur. Maar als mijn lichaam het zegt van nee, je gaat dat niet aankunnen, dan moet ik naar mijn lichaam luisteren. En dat moeten jullie ook dan respecteren. Ik hoop dat jullie dan daarmee op de hoogte zijn gebracht. Er is ook een vlog online gekomen, ook gisteren. Dus er is een short movie online gekomen. Er is een vlog online gekomen, dus ik hoop dat jullie het respecteren. En ook het begrip tonen. Ik probeer nu mijn best terug te doen om ja, leuke dingen te doen, ook samen met jullie. En er is ook een tip binnengekomen van een collega van mij, wat ik ook misschien kan doen op de livestreams, is met raadsels gooien. Dus wil ik moppen tappen, maar dan raadsel tappen. Dat jullie dan moeten raden van, oh, wat is dat? Want ik ga sowieso zeggen, ik ken niet momenteel geen raadsels uit mijn kop. Zo moe ben ik. Ik ken ook geen mop momenteel uit mijn kop. Zo moe ben ik. Excuseer. Ja mensen, ik ben echt op. Ik ben blij dat de week om is. Ik ben nu ook aan het denken wat ik volgende week ga, wat ik nog ga doen. Voor jullie, dus ja, deze vlog komt op vrijdag online. Ik ga sowieso al één ding zeggen. Zaterdag ga ik ook ergens naartoe. Ga ik maar kleine stukjes filmen. Waarom maar kleine stukjes filmen? Ik ga ergens waar heel veel muziek wordt gedraaid, daar naartoe. Ik ga daar ook filmen. En mijn probleem is met korte fragmentjes filmen. Of anders kan ik copyright claims tegen mijn hoofd geslingerd krijgen. En dat wil ik echt vermijden met mijn kanaal. Waar ik naartoe ga, dat is strikt geheim. Ik ga naar locatie X toe. Dus dan weten jullie dat niet. En het gaat een hele leuke avond zijn. Het gaat echt een hele leuke avond zijn. Ook de dag gaat ook heel leuk zijn. Maar voor daar iets heel leuks van te maken, moet deze wel fit zijn. En dat gaat ook wel, dat gaat wel komen, dat fitheid. Dat fitheid gaat wel komen. Dan moet ik wel rusten. Sowieso morgen een livestream. Top. Daar ga ik nu deze keer niet van afwijken, want morgen heb ik niet zoveel op programma staan.
Nee, ik ga hier de vlog ook beëindigen, want er komt nu toch echt niks meer nuttigs uit. Ik ga nu nog naar de kleine kamerke toe. Oh ja, maar ik ook nog wel wat jullie kan meenemen is... Oei, het is hier wel donker, hè. Ik ga mijn spaghetti nog wat opwarmen. En dan ga ik liggen. Liggen. En rusten. Voilà, ik ga jullie ook de spaghetti laten zien. Alsjeblieft. Dan bak ik ook een wit mooi diepbord. Voilà. Dan ga ik het spaghetti in de bord doen. Voilà, hier is spaghetti. Oeh. Als dat niet gaat smolderen. Ik ben toch al een klein beetje bezig met smolderen. Ik ga het zo wat doen. Dan zien jullie het ook dat ik het echt aan het nemen ben. Dat ik niet aan het wegen ben. Ah, oh, doe maar. Dat maakt niet uit. Ik ben nog iets vergeten bij Bea haar thuis. Dat is mijn kaas. Maar ik ga dit al laten opwarmen. 2 minuten. Voilà, 2 minuten. Maar ja, het kan niet warm worden als het op koud water blijft staan. En dan spoel ik dat zo dus al uit. Voilà. Eens kijken als ik hier nog misschien nog iets heb. Nee. Misschien nog in het diepvries. Oeh, jawel, ik heb hier nog kaas. Voilà. Dan moet ik eens de volgende keer 2 pakjes vragen aan mijn mama. Voor dan kunnen mee te nemen. Dan heb ik nog een schaar nodig. Ik ga mijn andere schaar halen. Ik ga mijn andere schaar halen. Oeh. De zon schijnt recht in mijn bakjes. Oh, ik ben echt moe. Hè. Hoeveel keer ga ik dat nu nog zeggen in mijn vlog dat ik moe ben? Heeft iemand dat al bijgehouden? Hoeveel keren dat ik het woordje moe heb gezegd? Met deze mag ik ook bijtellen dan, hè? Dat woordje. Voilà. Oh, dat is hier trillen. Ah, dat is hier langs. Nou, oh. Voilà. Maar ja, dan weten jullie dat ik nu nog gewoon nog ga eten. Me rustig dan op een bedje gaan neerleggen. Dan YouTube kijken. Dan ook nog... ik heb een hele grote gat in mijn onderbroek. Even, dat deel ik ook even mee. Ik heb een grote gat in mijn onderbroek. En dan hoort het waarschijnlijk zo in slaap vallen. Nog even, nog een minuut. Het moet niet te koud zijn en ook niet te warm. Just low is goed. Maar ja, dan ga ik jullie laten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn bakken te drukken. Dan blijf je altijd roeien wanneer dat er een nieuwe vlog, video... of een livestream is. Ik ga jullie toch nog meenemen naar mijn slaapkamer opnieuw. Met mijn kabel gaan halen. En terwijl dat ik toch aan het daten ben, kunnen dan toch die bestanden toch al op mijn computer gezet worden. Voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo.